De eerste secretaris van de Nederlandse ambassade, Maurice Boucher, vertrekt na een ambtsperiode van 4 jaar terug naar Nederland. Boucher was als beleidsmedewerker belast met politieke zaken, woordvoering, pers- en publieksdiplomatie. Hetgeen inhield het zichtbaar maken van Nederland in Suriname en het zichtbaar maken van onderwerpen of thema's die Nederland belangrijk vindt. Bijvoorbeeld mensenrechten of LGBTI-rechten of thema's als water en energie. Is dat gelukt, het zichtbaar maken van Suriname in Nederland en ook de thema's? Dat denk ik wel, maar we hebben ook vanuit de ambassade heel veel initiatieven genomen om samen te werken met en in Suriname. Zeker op het gebied van cultuur, wat ik samen met mijn collega Sandra Ammersing heb gedaan. En ja, wij hebben, u en ik, we hebben elkaar leren kennen in 2014. En het was een hele boeiende periode. De diplomatieke relatie tussen Nederland en Suriname was zich aan het herstellen. Een paar weken later bood toen ambassadeur Norman bood zijn geloofsbrieven aan. Suriname was in aanloop naar de verkiezingen. Dat was voor mij heel boeiend om te volgen. En een jaar later vierden we 40 jaar Surinaamse onafhankelijkheid. Na het vertrek van ambassadeur Ernst de Norman heeft de Surinaamse regering geweigerd een nieuwe ambassadeur toe te laten. Volgens Boucher heeft dat niet veel gescheeld op de ambassade. Het werk dat je doet blijft hetzelfde. We blijven ons inzetten op het gebied van cultuur, justitiële samenwerking en de ondersteuning van het bedrijfsleven, benadrukt hij. Van alle projecten die vanuit de Nederlandse ambassade zijn uitgevoerd, heeft het project in het kader van 40 jaar onafhankelijkheid veel indruk op hem gemaakt. We hadden in een eerder project in het kader van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, hadden we een theatraal tweeluik met Jürgen Reimann, Isaline Kalister en Kees Scholte. Dat tweeluik bestond uit Geen Liefde Zonder Vrijheid. Waarin eigenlijk een gevoelig onderwerp als het slavernijverleden aan de orde kwam. Wat wij ook belangrijk vinden om dat te blijven belichten. En Uw Koninkrijk kwamen, wat eigenlijk ging over de relatie tussen Suriname, Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Dus Curaçao, Sint Maarten, Aruba. Wat ik daar heel leuk aan vond was dat we rond 40 jaar Surinaamse onafhankelijkheid hebben we opnames laten maken van het theaterstuk Uw Koninkrijk kwamen. En dat hebben we onder andere hier op ATV hebben dat laten uitzenden. En daar ben ik heel trots op. Vooral om de reacties uit de samenleving. Dat de mensen ook zeiden van wat een mooi cadeau in Suriname. Daar ben ik echt oprecht trots op. Een heel belangrijk onderwerp is, veel Surinamers gaan naar Nederland voor familiebezoek. En die informatievoorziening was niet altijd makkelijk. Ik begrijp dat Surinamers naar Nederland gaan, maar Nederland behoort tot een groep landen, Schengenlanden. En daar zijn voor iedere visumaanvraag zijn regels gebonden. En dat zijn regels die Schengen gezamenlijk als groep neemt, dus niet Nederland alleen. En ook vorig jaar dat wereldwijd het besluit is genomen om de front office, dus de plek waar je je visumaanvraag indient, om dat uit te besteden. We begrijpen dat even wennen was. Wat ik de Surinamers wil meegeven is van, de Nederlandse ambassade is er niet om u dwars te liggen. We zijn er echt voor om te faciliteren. Maurice Boucher, eerste secretaris op de Nederlandse ambassade, die op 28 juli richting Nederland vertrekt. Hij kijkt met hele warme gevoelens terug op zijn periode in Suriname. Zijn roots liggen in Indonesië, maar er zijn volgens hem veel zaken die herkenbaar zijn, zoals de gastvrijheid en het muzikaal en sporttalent. Hij wordt opgevolgd door Pieter de Vries, die begin augustus aantreedt.